Ik moet vandaag draaien voor een nieuw project. Yo, ik ben Remy, of zoals mijn mama zegt, Snoes. Maar dat is niet zo belangrijk. De meesten kennen mij dus gewoon als Remy, die voortdurend bezig is met wat hij het liefste doet. En dat is acteren, dansen of zingen. Maar dat is in deze coronatijd jammer genoeg een beetje anders. Net zoals mijn afstuderen dit jaar een beetje anders was. Want ik ben namelijk afgestudeerd tijdens de coronatijd. En daarom maak ik deel uit van de klas van 2020. En jullie kunnen mij dus een weekje volgen. En dat vind ik mega wijs. Goedemorgen. Het is redelijk vroeg, want ik ben onderweg naar een van de enige opdrachten die doorgaat deze coronatijd. Ik moet vandaag draaien voor een nieuw project, dus ik ben onderweg naar de set. Ik mag jammer genoeg nog niets tonen of nog niets zeggen over het project, maar degenen die in de eerste en de tweede graad van het middelbaar zitten, die zullen binnenkort wel iets zien verschijnen of op school iets te zien krijgen. Actie! Het was een drukke, zware draaidag, maar wel superleuk. Ik heb mij zot hard geamuseerd. Het gaat er heel mooi uitzien. Dus hou zeker mijn socials in de gaten, want ik maak binnenkort bekend wat het is. En zoals elke dag eindig ik met mijn klein geluksje, een frambozenijsje. Omdat ik volgend jaar in het verre Nederland ga studeren, moet ik natuurlijk op kot. Dus daarom gaan wij nu naar de IKEA om meubels te zoeken voor op mijn kot. Omdat ik nu 18 jaar ben, kan ik dus zelf naar de IKEA rijden, want ik heb mijn voorlopig rijbewijs. Oké, we zijn ermee weg en uiteraard M&M op de radio. Voilà, we hebben al een paar dingen gekocht. Die gaan we inladen en naar huis. Zo, we zijn weer thuis na een drukke dag. En ik denk dat ik deze wel verdiend heb. Slaap wel, tot morgen. Ik ben hier vandaag in Amsterdam om een hele leuke tekenfilmserie in te spreken die binnenkort op tv komt. En zo meteen rijd ik door naar mijn kot dat in Tilburg ligt. Dus dat gaan we gaan kuisen, zodat we er de meubels in kunnen zetten. Ik ben net toegekomen op mijn kot waar ik de komende 3 jaar hopelijk ga wonen. We hebben hier al een paar plantjes neergezet. Er is veel groen buiten, dus ik ben super content. En nu gaan we terug naar huis. En dan ga ik thuis toch nog weer een zwemmetje gaan doen. Omdat alles nu stil ligt, dus ik niet meer kan dansen en zingen en op een podium staan, moet ik natuurlijk mijn conditie onder controle houden. Dus daarom kom ik deze ochtend bij de kinesist. Dus we gaan even afzien, want het is eigenlijk wel een beetje een beul. Maar ja, het moet gewoon. Sweet dog. Ik ben kapot, het was wel nog leuk, maar wel pittig. Dit zijn mijn vrienden waarmee ik afgestudeerd ben. Normaal gaan wij altijd na ons laatste examen naar de cinema, maar dat kon nu door corona niet doorgaan. We hebben dat even ingehaald met een superleuke film waar ik toevallig een stem heb ingesproken. Ik sta hier nu voor mijn school, of het is eigenlijk te zeggen mijn oude school, want hier ben ik dus afgestudeerd. En het is nu eigenlijk tijd om daar echt afscheid van te nemen. Zowel van mijn school als van jullie. Ik vond het superleuk om te doen. Merci, merci, merci allemaal om te kijken. Ciao!